D66 raadslid Nadia Arsini vindt dat de gemeente Rotterdam best meer uitleg mag geven over de herkomst van de straatnamen. Dat door middel van bordjes die naast de straatnamen worden geplaatst. Want laten we even eerlijk zijn, als je op straat loopt, zie je de bordjes heus wel. Maar wie Witte de Wit nou precies was, ik heb geen idee. En ik denk eerlijk gezegd dat ik niet de enige ben. Ik denk misschien door een dat het een painter ooit is geweest of in de geschiedenis. Ik weet het niet. Ik denk alleen maar omdat witte mensen lopen. Ik weet niet. Geen idee. Waarom heet hij de Witte de Witstraat? Zo, ik zou het echt niet weten hoor. Het zou iets gaan over het verleden volgens mij. VOC-tijden, iets in die richting. Omdat het een zeeman was waar hij naar vernoemd is. En hij schijnt net als Piet Hein iets gedaan te hebben, net als Piet Hein in Delfshaven. En daarom is dit de Witte de Wit. D66-lid die zegt van er zijn zoveel straatnamen, je ziet de straatnaambordjes heus wel. Maar het is goed om er een uitleg bij te geven, zodat mensen ook de geschiedenis van Nederland leren kennen. Wat zeg je daarvan? Ja, perfect. Is goed toch? Maar ik ken hem niet. Zeker weten, want het verrekt ook je kennis. Zou leuk zijn. Maar dan denk ik ook van hier heb je de Eendrachtstraat. En naar wie is dat vernoemd? Nee, dat is de Eendracht van de buurt. Je hebt geen straat die gewoon straat heet. Je hebt een straatnaam en die naam betekent iets en dat moet je kennen. Dus jij zegt ook, goed idee. Ja toch, want zoals in Dordrecht heb je Vincent van Gogstraat, maar heel veel mensen weten niet wie dat is. Maar ja, sommige mensen die weten het wel, het is een kunstenaar van Gogh. Maar ja, zo heb je ook heel veel namen die wij niet kennen en dan lopen wij in de straat en dan zien we die naam. Maar wie het is, wat het is, weten we niet.